Nou, ik kan merken wanneer ze het echt na de last van heeft. Het begint eigenlijk met hoofdpijn en dan later krijgt ze zo'n hoofdpijn dat ze moet kotsen en flauw valt. Ja, dat is bij de vakantie nog gebeurd. Ik kon niet slapen, want het kots van haar. Maar het is ook wel zielig, hè? Ja, niet leuk. Vind je het vervelend dat je moeder dat heeft? Nou ja, ik niet. Ik ben het wel gewend. Dat betekent voor jou ook dat je af en toe niet bij haar kan zijn natuurlijk, hè? Ik kan wel bij haar zijn. Want ze heeft soms hulp nodig. Ach, ik help gewoon. Graag mensen. Oké, prima. Laten we eens even kijken wat je kunt. Oké. Vorig jaar heb ik de diagnose fibromyalgie gekregen. En ik werd eigenlijk met de mededeling naar huis gestuurd van, nou, hier is niks aan te doen. En klaar ermee. Fibromyalgie betekent pijn in spieren en de bindweefsels. Ik weet dat men er gewoon niet helemaal achter is. En dus oorzaak onbekend, dus behandeling onbekend, anders dan proberen de symptomen te bestrijden. Ik kan een periode hebben dat gewoon de pijn heel erg overheerst. En daar word je ook doodmoe van, want dan word je dus 's nachts, nou ja, als je al in slaap valt, word je om de havenklap wakker, want iedere beweging die je maakt, ja, die doet pijn en daar word je wakker van. En ik kan gewoon ook intens moe zijn. Was het op school, meis? Ja? In die zin is het veranderd dat ik gewoon niet meer de leuke, enthousiaste, energieke moeder ben die ik zo graag zou willen zijn. Vorige week waren we nog in een museum met de kinderen. Dan zit ik het laatste uur al op een bankje, want ik denk, ik heb het wel gehad nu. En dan is het, oh jongens, nou kunnen we nog wel eventjes lekker naar Scheveningen op het strand, want we zijn nu in de buurt. En dan denk ik, hallo, ik zit hier al een uur te zitten omdat ik gewoon op ben. Ik wil naar huis. Als je bijna dag in dag uit hoort, ik heb pijn, of ik ben moe, of ik red het niet, of ik heb spierpijn, dan lijkt het wel, en als je daar ook geen oplossing voor hebt, dan lijkt je er op een gegeven moment zo immuun voor te worden, dat je het maar aanhoort, ja. En eigenlijk ook niet meer weet wat je ermee doet. Dus het lijkt wel een soort bijna gewenning worden. Ja. Heeft jou dat gekwetst, Yvonne? Nou ja, soms voel je gewoon niet serieus genomen. Hè? Soms. Ja. Ik heb. Niet altijd dat ik zeg van, goh, ik heb zo'n pijn en dan, dan is het toch een bepaalde verwachting van, ja, maar je weet toch je weet toch dat ik moeite heb om de was in de wasmachine te doen, of je weet toch dat ik moeite heb om die pot aan de hoofd van die plank te pakken. Doe het dan gewoon en zeg dan, ja, maar ja, zolang je niet zegt dat je pijn hebt, terwijl aan de andere kant zegt hij, ja, je zegt continu dat je pijn hebt. Nou, het is ook zo, alleen de ene dag een beetje erger dan de ander. Maar dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Dan moest ik nog 47, 50 en 52. Oké. Zie je, dat is niet zoveel meer. We hadden nog 20 minuten in de les. Ja, is goed hoor. Het kleinste is dan 45, 500. Ja. En het grootste is 46,499. Toen ben ik eens gaan zoeken op internet. Toen kwam ik bij de VES uit. En daar werd een cursus aangeboden over fibromyalgie. Voor mensen die net die diagnose te horen hebben gekregen. Toen dacht ik, nou ja, laat ik eens een mailtje schrijven. En eens vragen of het wat voor mij is. Wat ik hoop is dat die cursus mij gaat helpen om het wat minder moeilijk voor mezelf te maken.
En dat ik misschien mijn beeld over hoe ik zou moeten zijn wat kan bijstellen. En ik denk dat de mensen die de cursus geven min of meer diezelfde emoties hebben gehad en dezelfde processen zijn doorgegaan om uiteindelijk tot een stukje acceptatie te komen en daarmee ook de bereidheid om hulp te aanvaarden. En ik denk dat dat dan makkelijker aan te nemen is dan nu. Hè. Wat ik denk, nu ben ik nog steeds heel erg aan het vechten. Ja, daar wordt ook gauw gezegd, zit tussen je oren. Je hebt de diagnose fibromyalgie gekregen. En hoe nu verder? Hè, want dat is denk ik de grote vraag die bij heel veel van jullie wel leeft. Het is heel fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat. U gaat informatie krijgen. We gaan ervaringen uitwisselen en ook stapjes zetten om te leven met fibromyalgie. Yvonne. Ja, ik hoop meer te leren over fibromyalgie. Ik hoop ervaringen van anderen te horen, tips te krijgen, maar zeker ook een stap te zetten in het verwerkingsproces. Wat gebleken is, is dat op het moment dat je accepteert, klachten verminderen kunnen. Op het moment dat je constant met die pijn loopt en die vermoeidheid en je strijdt daartegen, dan heb je gewoon meer klachten als op het moment dat je zegt van nou oké, ik heb fibromyalgie, maar ik ben het niet. Hebben ze allemaal problemen te zitten? Gaan we nu rondjes lopen? Ja. Ik heb ook heel lang gestreden. Ik houd dat ook niet. En op het moment dat ik toen echt die diagnose kreeg, dacht ik, ja, oké, ik kom hier dus echt niet onderuit. Toen kon ik pas die knop omzetten. Ja. En gaan accepteren. Ja. Ik zeg dat vanaf dat moment het ook echt beter ging. Ja, en ik ben juist harder gaan vechten. Ja. Van, ik zal bewijzen dat het niet zo is. Ja. Ja. Nou, dat heb ik ook gedaan, alleen dat hielp dus niet, hè? Want nee. Op de wijze heb ik nooit kunnen leveren. Slimmer dan mij. Ja, hallo, ik ben wel 20 jaar bezig geweest, hè? Ja. Je bent ook 20 jaar oud, nee, dat is ook niet waar. Bijna. Nee. Ik ben wel een ander mens geworden sinds het begin van de cursus en nu. Dat ik met de cursus begon, was ik heel opstandig en heel. Er zat heel veel boosheid en heel veel verdriet ook in me. En nu denk ik, nou, het is zoals het is en we gaan ervoor. Als ik heel eerlijk zou zijn en ik zou zeggen dat ik gehandicapt ben, dan voelt dat als een grote nederlaag, denk ik. Zo wil ik mezelf gewoon niet zien. Ik wil mijzelf gewoon zien als een jonge vrouw die vol in het leven staat en die alle mogelijkheden van de wereld heeft. En daar passen ook onbegrensde dingen bij wat dat betreft. En dan ga je jezelf beschouwen als gehandicapt, dan denk ik dat je heel veel van je lijstje kunt schrappen. Ik weet niet hoe het is over 1 jaar, over 5 jaar, over 10 jaar, maar dat weet niemand. Ik hoop dat het in ieder geval niet erger wordt en dat ik gewoon op dit niveau kan blijven functioneren zoals ik dat nu doe. Ik wil jullie vragen om nog eens op te schrijven wat fibromyalgie voor je betekent. Nu. Nu. Yvonne? Ik heb opgeschreven, fibromyalgie betekent voor mij een lastige aandoening waar ik rekening mee moet houden. Dat gaat steeds beter. Fibromyalgie zet mij soms stil. Dat kan doordat ik mijn grenzen niet goed bewaak of ook gewoon wel eens zomaar. Het betekent de dagen nemen zoals ze zijn. Vandaag is vandaag en er is altijd een nieuwe dag. Ja, voor mij betekent het een strijd en een strijd tussen wat ik wil. En wat ik kan. Ja. Een stuk in mij wil ook gewoon niet dat het zo is. Ja. Een stukje ontkenning. Ontkenning, ja. Ontkenning, ja.
Dat is heel erg veranderd. Ja. Ja. Ik heb de strijd opgegeven. Naar aanleiding van alles wat je tijdens de cursus hebt aangereikt. Ja. Van je medecursisten. Ja, van jullie ook. De tranen die er zijn gevloeid. Een arm om je heen. Begrip vinden. Tips horen van andere mensen. Ja, die is echt heel erg veranderd, denk ik. Dit is een kaart die ik aan mezelf gestuurd heb. Ik heb hem een aantal maanden geleden uitgezocht op een van de laatste cursusbijeenkomsten van de fibromyalgiecursus. Ik heb erop geschreven: neem jezelf serieus, dan kan een ander jou ook beter begrijpen. Dus, masker van het gaat altijd goed af en gewoon mezelf zijn. Ik ben geneigd om alles met een grote glimlach weg te lachen. En door vooral maar te zeggen, het gaat goed met mij. En dat is natuurlijk niet altijd waar. En als je in die zin liegt, dan neem je jezelf niet serieus. En kan een ander jou dus ook niet serieus nemen. En wat betekent dat voor je man en je gezin, denk je? Ik denk dat ze er een vrolijkere echtgenoot en moeder op hebben gekregen. Die niet meer zoveel klaagt. Die de dagen neemt zoals ze zijn. En gewoon het leukste eruit probeert te halen. Nou ja, je was erg enthousiast. Je bent er goed in gegaan. En heb ik daar wel verandering in gezien? Ja, ik heb wel verandering gezien. En mee bezig zijn. Weten waar het vandaan komt. Weten waar je last van hebt. Je grenzen leren kennen. Doe maar op. Het heeft vooral een knop omgezet om te luisteren. Ik denk dat dat bij mij heel erg veranderd is. Dat heeft meer begrip gegeven. En daarom kan ik je ook beter steunen. Het belangrijkste wat ik heb opgestoken is gewoon dat ik fibromyalgie geaccepteerd heb. Was dat gewoon ook niet vanzelf gekomen? Had je daar nou een cursus voor nodig? Ja, die cursus had ik nodig, denk ik. Als je naar de dokter gaat en je krijgt de diagnose fibromyalgie en we kunnen er niks aan doen en dan houdt het op. Ja, dan sta je eigenlijk met je handen in je haar van en nu. En door die cursus te volgen krijg je zoveel informatie en handvatten die je zo op weg helpen. Dus ik zou het echt iedereen absoluut aanraden. Really ain't got nothing to lose, nothing to lose, nothing to lose.